De voetbalclub Heracles uit Almelo bestaat 100 jaar en is in die tijd 2 keer kampioen van Nederland geworden. De publiek kwam het veld op en werd op de nek van het veld gedragen door de supporters. En dan zijn we nog met open landouwers door de stad geweest. Ik vind dat Heracles een geweldige geschiedenis heeft en ook een enorme potentie heeft om weer in de eredivisie te gaan spelen. Dat kan echt. Over een van de oudste voetbalclubs van Nederland gaat deze aflevering van Het Oversticht. In mei 1903 wordt in Almelo de voetbalvereniging Hercules opgericht, vernoemd naar de held uit de Griekse mythologie. Maar al snel moet die naam veranderd worden, omdat er ook al een Hercules uit Enschede komt. Het wordt het Griekse Heracles, in plaats van de Romeinse naam Hercules. Vervolgens mogen de Almeloers in het seizoen 1905-1906 meedoen in de tweede klasse B van de Nederlandse Voetbalbond, de NVB. Maar een andere club in Almelo is populairder. Vroeger had je dus ook bijvoorbeeld in Almelo een club Oranje Nassau. Niet te verwarren met het huidige, maar deze heeft ook tot in de jaren 10, 15 heeft hij bestaan. Eind 15 jaar daar heeft hij bestaan. En dat was eigenlijk de club in Almelo. Die had ook de steun van de media, de toenmalige Twentse Zondagsblad. Dat was dus Hilarius en die was dus ook voorzitter bij Oranje Nassau, bij het ON. En die steunde dus eigenlijk die club ook in de pers. En Raaks kwam dus eigenlijk maar met kleine stukjes daarin voor. En later is dat veranderd. Toen Raaks dus toch beter ging presteren en ON minder. En eigenlijk ON dus ten ziele ging. Toen was eigenlijk de media op de Raaks. In 1910 worden de tot dan toe gebruikte clubkleuren, zwart en groen, verwisseld voor het nu bekende zwart met wit. In het seizoen 1913-1914 wordt er voor het eerst gevoetbald op het legendarische terrein aan de Bornse Straat, waar in 1924 begonnen wordt met de bouw van de historisch houten tribune die nu geheel gerenoveerd is. In het begin 20e jaren toen ging Heracles dus van de tweede klas naar de eerste klas. En toen heeft de fabrikant de kaarten, van de fabrieken zogezegd. Die heeft gezegd, nou ja, er moet ook eens een keer een behoorlijke tribune komen, want het voetbal gaat in Almelo omhoog en de eerste klas. En je moet mensen kunnen ontvangen en een beetje representatief. De eerste bouwtekening is van oktober 1924. En in 25 mei was die gereed. De textielbaron Ten Kate geeft Heracles de nodige financiële hulp. Niet alleen voor de tribune, maar ook worden er trainers gehaald uit Engeland. Begin 20 jaar. Toen hadden ze dus Colclough, een trainer, opgehaald uit Engeland. Want een van de trinkaters was daar geweest en die had dat dus ook gezien. En die vond dat Heracles dus ook maar een Engelse trainer moest hebben. En dat is dus doorgegaan tot aan de 50 jaren. In de 50 jaren dat ze Engelse trainers hebben gehad. Die Colclough, die heeft dus van 20 tot 32 geweest. En die heeft dus Heracles ook de eerste landstitel bezorgd. Heracles wordt in het seizoen 1926-1927 eerst kampioen van Oost-Nederland en mag vervolgens aantreden in een kampioenspool met Ajax uit Amsterdam, het Rotterdamse Feyenoord, NAC uit Breda en Velocitas uit Groningen. Met 6 overwinningen en 2 gelijke spelen wordt Heracles voor het eerst kampioen van Nederland. Twee namen van voetballers worden in de historie van Heracles met ontzag uitgesproken. Joop Schuurman is nog altijd topscorer in het betaalde voetbal van Nederland met 47 goals. Een hele goede spits. Hij kreeg de ballen op maat en hij schopte er wel in. Ja, Melkbus in hoogte en daar ging die bal erin. Als je de verhalen uit de overleving hoort, dan vlogen ze er wel in. Daar gingen ze dan. En Frans van Veen. Vanaf halverwege de jaren 30 speelt hij in het eerste van Heracles en in het Nederlands elftal. Ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar ik heb veel verhalen gehoord hoor. Hij was de trots van Almelo. Frans van Veen, die in het elftal speelde. Een magistrale voetballer.
misschien wel de beste voetballer die bij Ajax geweest is. Je had dan de, moet ik even denken, de Dekkers, Frits Dekker, die in de goal staat, ook jarenlang een betrouwbaar keeper. Was voor die tijd, ook eigenlijk zijn tijd al iets verder vooruit. Want het, je had vaak lijnkeepers, maar hij was dus een meer voetballende keeper. Echt één die met het spel meer deed. En dan had je dan Ab Dekkers, zijn broer. Die speelde back. En Ab was eigenlijk een voorhoede speler. En die is door de trainer toen opgehaald uit een lagere elftal en omgevormd tot een back. Nou, in de eerste elftal ben ik gekomen in 1938. Toen ben ik in de eerste elftal gekomen. En dat was toen onder leiding van meester Bel. Het seizoen 41 was eigenlijk, vind ik eigenlijk de kroon op een jarenlange hegemonie van Heracles. Ze hadden het eigenlijk al daarvoor al verdiend om landskampioen te worden. De ploeg was zo goed, zo sterk, dat ze eigenlijk daarvoor al verwacht hadden dat ze landskampioen. De pers heeft toen ook al eens geschreven dat Heracles eigenlijk de toekomstige landskampioen werd. Alleen het is niet gelukt in eind jaren 30, maar in 40-41. De laatste wedstrijd moesten we het in PSV. En hebben toe. En we hebben die wedstrijd, als ik goed heb, hebben we zelf nog maar 1-0 achter gestaan. En we hebben met 6-1 gewonnen. De publiek kwam het veld op en werd op het veld van, op de nek van het veld gedragen door de supporters. En dan zijn we nog met open landouwers nog door de stad geweest. Ab Dekkers die heb ik dus zien rijden in de open landouwer. En ik. Dat is toch een leuk gezicht, dat je daar die mensen met de. Ik kan me nog herinneren dat ze ervoor opliep iemand met zo'n groot vaandel. En dat heeft jaren onder de tribune in de bestuurskamer gestaan. Waar dat ding is gebleven, dat weet ik dus niet. Maar dat, die man, die liep daar voorop mee. Naast Ab Dekkers speelden nog drie van zijn broers in het eerste van Heracles. Het betaalde voetbal doet haar intrede in Nederland in 1954. En daar waar Heracles altijd het amateur zijn hoog in het vaandel had, moest opeens professioneel gewerkt worden. Er werden zelfs voetballers uit Zuid-Afrika gehaald. Darius de Lomo en Steve McCoon, waarvan Darius de Lomo dus het langste gebleven is. Steve McCoon was een hele goede voetballer, maar is eigenlijk maar een jaar gebleven. Een jaar, anderhalf jaar gebleven. Darius daar ook tegen is wat langer gebleven. Maar er waren dus de eerste zwarte voetballers in Almelo. Ik werd heel menselijk ontvangen door die Almeloers. Ik kwam net 24 uur daarvoor in een aparte situatie waar ik niet als een mens werd beschouwd. En ik kwam in Almelo, ik werd als een mens behandeld. Nou, alles ging een beetje draaien. ik heb gewoon die zaak moeten accepteren. Ik zei, nou, dit is een heel andere wereld. Humane wereld dan waar ik vandaan kom. Darius de Lomo, dat was een voetballer die vrij fors was en heel actief, heel fanatiek en zich breed maakte. En ja, die ging er echt voor. Dat was echt een heel ander type, zal ik maar zeggen, dan Steve McCoy. Witte sokken, dat kan toch niet? Een speciale attractie, de man die op de Engelse velden furoren heeft gemaakt met nummer 8, Steve McCoy. Over Steve McCoy wordt zelfs een boek geschreven en ook verfilmd, De Zwarte Meteor. Schrijver van het boek is de bekendste supporter van Heracles, Tom Egbers. Het gaat eigenlijk voor een belangrijk deel toch ook over mijn jeugd, over mijn achtergrond, hoewel ik hem dus nooit heb zien spelen. Dat verhaal wilde ik wel opschrijven. Ik speel Steve op zijn latere leeftijd. Ja, want we hebben nog contact met Steve. Ja? Want hij kon het niet meer opbrengen. Ja, hij zit met zijn hartproblemen. Toen hebben ze mij gevraagd of ik die rol wilde spelen. Ik zei, nou ja, voor Steve wil ik het doen. En dat heb ik, ben ik die rol van Steve gaan spelen nu. Als dokter. Toen op een gegeven moment zijn ze dus weggegaan, moesten ze weg. Steve McCoy is toen weggegaan en Darius die moest toen ook eigenlijk weg. Er kwamen dus twee Duitsers voor in de plaats. Duitse voetballers, Antof en Herbert Finke. Ja, dat was ook alweer zo'n populaire voetballer, Herbert Finke. Daar beneden kwamen dan de spelers uit. En dan hing ik als klein jongetje zo. En met mijn arm er tussendoor. En dan was mijn favoriete speler, was Wolfram Antof. En zei ik, Wolfram!
En dan probeer ik zijn hoofd aan te raken. In 1961 promoveert Heracles naar de Eredivisie door de promotiewedstrijden winnend af te sluiten tegen Fortuna Vlaardingen. Toen Heracles recht binnen van Nee zijn team de leiding bezorgde. De interesse voor het voetbal in Almelo neemt af. Zeker wanneer Heracles weer degradeert uit de Eredivisie. De club splitst zich in 1974 in een amateurtak, AVC Heracles, en een profgedeelte, Sportclub Heracles 74. Het betaalde voetbal had in de tijd ook slechte basis, zogezegd, weinig financiën. En men was bang dat als er een faillissement zou komen, dat ook de amateurs in het faillissement werd meegetrokken. En zo is eigenlijk de scheiding tot stand gekomen. We zijn eigenlijk een beetje kaal op straat gezet. Maar er was ook geen geld, maar we moesten eigenlijk met 0,0 beginnen. De KNVB was in die jaren dat elke club eigenlijk een stichting van moest worden, omdat dan de lasten niet op de leden werden afgeschoren. En zo is Rijks dan ook mee gegaan. En die hebben dus betaald voetbal, of hun stichting geworden. En zijn dus als eigen vereniging verder gegaan. En amateurs, AVC Rijks, onder hun eigen naam ook verder gegaan. Maar het was puur een wens van de KNVB. Er zijn heel veel clubs in Nederland stichtingen geworden in die jaren. Later kregen ze er wel spijt van. Want de clubs die dat niet geweest zijn, die hadden dus wel eigen jeugdspelers. Die hadden de verenigings van nog. En bij Rijks was het dus niet meer. Je moest de spelers halen. Kopbal! En het doelpunt. Los van dus Baba. Voor zijn Polko. En het doelpunt! Net na de splitsing is er de legendarische bekerwedstrijd tegen Ajax. Ajax had met eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen viel. En we moesten dus in Almelo, dus zullen ze dus ook eigenlijk wel winnen, die bekerronde. Er was helemaal niks te doen op die zondag. Er was maar één wedstrijd. Het was op 28 december. Er was alleen maar Heracles Ajax. Nou, de landelijke televisie en de radio mensen die rukten uit naar Almelo. 10.000 man, het was hartstikke slecht weer. Ja, en zoals gewoonlijk kwam Ajax twee keer op voorsprong. Maar wij kwamen er toch twee keer gelijk. En er kwam verrassenderwijs kwam er een verlenging uit. Ja, wat er zich toen afspeelde, dat gebeurt maar één keer. En toen wonnen we met 4-2 met twee doelpunten. Blankenburg, slechte paas Blankenburg, onderschept Lalo Pua. Mogelijkheden wellicht. Voor deze man dan, Westrof, als hij koel is, gaat hij scoren. En hij scoort! En hij brengt de stand op 3-2! En dan springt u wel Lalo Pua en Van Zanten. Polkos van de zeker toch nog even meegegaan. Loopt in het centrum, krijgt misschien die bal dan nog. Ja! Zoals mensen zeiden, speelde ik toch een van mijn betere wedstrijden. Want ik was nogal wel eens wisselvallig. Ze hebben het nog wel eens over Brian van Looijen. Maar ik was ook nog wel redelijk wisselvallig. Want die week ervoor hadden we met 7-1 verloren van Eindhoven. En toen was het nog maar de vraag of ik meedeed. Maar in die wedstrijd kon ik mijn mannetje staan. We hebben het ook nog wel op video. Ik had een redelijk goede uittrap. En ik speelde vrij goed voor de goal. Maar Ajax was wereldkampioen. Ik bedoel, er liep alles in, alleen Cruijff en Eerskens waren weg. Maar Blankenburg, Hulshoff en noem alles maar op. En Brokamp en Mulder, ze liepen er allemaal in. Ja, en daar keek je toch best wel tegenop. En je geloofde het gewoon niet dat we in de race bleven in die wedstrijd. Het was gewoon een droom, man. En dan nog winnen. Ja, en ik was dan, Dick Mulderij was aanvoerder. En we lagen allemaal rond de middenstip, we waren helemaal kapot. Een rondje maken. En het was net alsof we die Europa Cup gewoon hadden. Ja. Heracles. De kwartfinale gaat vervolgens verloren tegen Wageningen met 2-1. Pas in het seizoen 1984-1985 wordt het volgende succes gevierd. Heracles wordt kampioen van de eerste divisie met een toekomstige international en Europees kampioen in de gelederen. Ik ben in 84-85 zijn we kampioen geworden met Heracles. Dat was de laatste wedstrijd uit, maar toen moesten ze nog de beslissing geven. Dat was uit bij Roosendaal, hebben we met 3-0 gewonnen. En iets van 15 of 16 bussen zijn er toen mee geweest. Conclusie corrigeren. De rechterkant, vrije ruimte voor Poel. Nu is het duel buitenom niet aan. Hij probeert het nu met de linkervoet. 3-0 via... Voor mezelf heb ik het maximale denk ik eruit gehaald. Ik heb het Nederlands elftal gehaald. In 88 zat ik bij Europese kampioenschappen. Ik heb 5 interlands gespeeld. Dus dan kan je wel stellen dat ik
binnen de Heracles geloof ik toch wel een van de spelers ben die iets bereikt heeft. Als ook naar Henrik Vuzic. En je ziet dat Verzelberg iets te ver van zijn doel staat. Passeert hem op een prachtige manier. 61 minuten gespeeld in Haarlem. Als Heracles op 0-2 komt. In 1988 komt Volkert Velte uit Enter naar Heracles. Voor 3000 gulden, niet te geloven. Waar Heracles natuurlijk gigantisch veel plezier van heeft gehad. Ging pas met 24 jaar hier naartoe. Want hij wist niet of hij het wel kon of hij had geen zin. Zo kwam hij een beetje over. Maar een voetbaldier in hart en nieren, een ding wat zeker is. Voor mijn komst speelde Heracles altijd op zondag. Alleen de trainer toen de tijd werd Arend Steunenberg. En die zei, dan verzet ik mijn wedstrijden naar de zaterdagavond. Voor hem, en dat heeft hij toen ook gedaan. Ik heb uit principe nooit op zondag gespeeld. En dat was hier bekend. Er was ook een struikelblok in het begin. Alleen Arend Steunenberg zei toen de tijd van ik wil een per se hebben en we gaan naar de zaterdagavond. Toen begonnen de keuzemogelijkheden al wel, maar we hebben moeten beloven dat Volkert Velte niet op zondag zou spelen. En dus er waren wat ploegen, zoals Volendam speelde altijd op zondag. Maar er waren best wel wat ploegen waar we dus op zondag moesten spelen en dan ging Volkert beslist niet mee. Maar door de bank genomen heeft hij daardoor, misschien is een hele carrière 10, 15 wedstrijden gemist. Dat klopt dat ik Mr. Heracles genoemd word, alleen dat is in het land. Ik denk dat Colm Schot meer die titel toekomt, omdat hij hier al 17 jaar speelt. En ik eigenlijk maar 13 jaar onder contract gestaan. Nou, Volkert is natuurlijk voor de club heel belangrijk geweest en hij stond altijd in de picture. Hij is de scorende speler geweest. En die zijn toch heel belangrijk. Die staan ook meer in de picture, dat is normaal. Het is wel mijn laatste seizoen. Het houdt er ooit een keer op. En het laatste seizoen gewoon. In 1996 wint Heracles nog een keer een bekerwedstrijd van Ajax. Dit keer met 1-0. In 1998 gaat Heracles Almelo, zoals de profs inmiddels heten, naar het nieuwe Polmanstadion. De amateurs van AVC Heracles blijven spelen aan de Bornse straat. Ik vind het wel jammer. Het gaat niet om het feit dat daar het stadion is commercieel aantrekkelijk. Want tegenwoordig is het toch commercieel wat de klok slaat, het geld. Maar de gezelligheid was aan de Bornse straat. Als ik dus naar andere clubs ga, naar Sparta, dat is natuurlijk ook zo'n oude, en bij Go Ahead, die stralen min of meer datzelfde uit. Go Ahead is toch ook een begrip. En dat heeft Sparta toch ook. Iedereen leefde toch wel met Sparta mee toen die ging degraderen. Dat je dus eigenlijk vond dat dat niet hoorde. Die hoorde toch wel in die eredivisie. Nou, ik denk dat Heracles Almelo dat ook heeft. Toch ook wel een traditionele oude club. Lange tijd wilden de amateurs en de profs niet samenwerken tijdens de vieringen van het 100-jarig jubileum. Na bemiddeling van de burgemeester van Almelo gaan ze het toch proberen met een receptie, met tentoonstellingen en een heuse jubileumwedstrijd. Maar volgens de echte fan is er eigenlijk maar één oplossing. Ik ben er een voorstander van als die profs en amateurs weer samengaan tot één club. Dat zou het beste zijn wat Heracles zou kunnen overkomen. Ja, ik bedoel, dat heeft geen zin om daar twee clubs van te maken met twee verschillende besturen en twee drachten. Ze moeten samenwerken. Het is één club. Het was ooit één club. 3 mei 1903 is de club opgericht. En als je er één vereniging weer van maakt, dan dat is het beste. Zoals Ajax is ook nog een club, een vereniging. En amateurs en profs onder één vlag. Dat zou het beste zijn.